Ja. Welkom bij Damsco de podcast. De podcast over alles wat er gebeurt in Amsterdam en rondom de Stopera. Mijn naam is Daan Wijnands. En ik ben Ger van der Heuvel. En vandaag hebben we weer een geweldige aflevering die voor het eerst live wordt uitgezonden. Dat is natuurlijk heel bijzonder. We zijn heel blij aan onze kijkers dat die er allemaal bij zijn. Het is voor ons ook eventjes kijken hoe gaat dit nou. En ik zie het bijvoorbeeld eerste haarpunt al dat een van onze gasten nu vol in de zon wordt gezet. Ik vind het wel lekker hoor. Ja, okay. Prima. Heel goed. Dus dat is even wennen natuurlijk. Maar verder, deze podcast wordt ook gewoon opgenomen. En kunt u straks ook gewoon allemaal nog terugluisteren via Spotify, iTunes en alle andere media die we gebruiken daarvoor. Heel blij dat onze gasten ook er zijn. Geert-Jan, welke gasten hebben we allemaal? Ja, we hebben één bekende gast, al vaste gast van de show inmiddels. Aflevering 8, als u die terugluistert, dan heel veel gedachtegangen van deze jongen. En ja, een veel gevraagd spreker, vooral een podcast, ziet hem over optreden tegenwoordig. Historicus, schrijver, ja, Elsevier columnist, Geert en Waling. Geert en welkom, leuk dat je er heel weer leuk, bent. Ja. Ja. We zouden afgesproken dat we eigenlijk gewoon deze gast hier gewoon lieten zitten. Toch? Ja, afspreken. Dat is gewoon, nu het gesprek start. Nu kunnen we beginnen. Nee, dat zou niet goed zijn. Gastheren zijn zij. Hè? Ik bedoel, deze gast hier. Ja. Deze gast hier. Maar ook deze gast verdient natuurlijk een echte introductie. We zijn ook blij dat ook jij er bent. Journalist, commentator, schrijver en natuurlijk bekend als directeur van de Bali, Jurie Albrecht. Jurie, ook fijn dat jij er bent. Fijn dat je even tijd voor ons wilde maken. Dank voor de uitnodiging. Ja, en we gaan het deze keer natuurlijk ook over een aantal thema's hebben. Wat we in deze podcast gaan bespreken. We gaan het hebben op een vooruitblik voor het nieuwe seizoen natuurlijk. Wat er nu weer aankomt. Het nieuwe politieke seizoen in Amsterdam. Maar sowieso ook, wat is nou natuurlijk de toekomst van Amsterdam nu de komende tijd? Wat zijn de grote uitdagingen waar deze stad voor staat? Is er nog ruimte voor vrijdenkers in de stad? Of worden we allemaal een beetje in de mal gevormd van het knijterlinkse college en het denken op die manier? En natuurlijk de impact van het coronavirus. Wat ook steeds heftiger wordt en ook in deze stad, ook zeker economisch natuurlijk heel erg wordt gevoeld. Nou ja, hoe gaan we daar natuurlijk mee om? Als we dan vooruitkijken, misschien wel leuk om dan te beginnen met vooruit te kijken of aan het einde van deze aflevering nog wel een Amsterdamse minister minder is of niet. Of Grapperhaus het gaat halen. Wat denken jullie, Geert? En ik begreep dat jij daar meningen over had. Ga handen met voorkennis. Ja. Maar je checkt even of hij al weg is. Nou, ik las net het bericht inderdaad van dat Mark Rutte zei dat de positie van Grapperhaus houdbaar was. Dus ik zei eigenlijk yes, hij blijft zitten. Want ik ben er eigenlijk niet voor dat hij om deze reden opstapt. Dat vind ik een beetje. Maar goed, hebben we het misschien nog over. Maar toen zei Daan, was het geloof ik, zei hij heel erg terecht. Ja, dat is wel een heel slecht teken. Dat heeft hij wel gebeurd. Alles gezegd. Ja, dus ik weet het echt niet. Ik denk dat hij wel het einde van deze debatten, of deze bijeenkomst hier nog zit, maar einde van de dag, of hij dat haalt. Jurie, wat vind jij? Moet zo'n minister hiervoor aftreden of niet, die foto's? Het zijn twee verschillende vragen. Hè. Ja, Vind ik dat hij zou moeten aftreden? Of denk en voorspel dat hij ik doet? Dat ja. hij aftreedt? Ja. Maar ja. Ik denk dat hij er nog zit aan het eind van de dag. Dat is mijn voorspelling. Maar, educated guess, dat weet je in de politiek nooit. Er kunnen bedrijfsongevallen plaatsvinden. Het is allemaal mensenwerk. Het zijn ook emoties. Dus als de Kamer, als emoties harder oplopen, dan is hij toch weg. Hè? Maar ik denk dat hij nog zit aan het eind van de dag. Zou hij moeten opstappen? Dat is een moeilijke, echt een moeilijke vraag, vind ik. Het sop is de kool natuurlijk niet waard. Eigenlijk zou ik vinden dat de regering zou moeten inzien dat de maatregelen die ze afgevaardigd hebben het laatste half jaar, menselijk gesproken en praktisch en juridisch, niet goed zijn. Dus dat ze hem laten zitten en langzamerhand die maatregelen veranderen. Want zelfs de minister kan zich daar gewoon niet aan houden. Ik bedoel, het is natuurlijk onverstandig om je schoonmoeder te knuffelen. Dat weten we allemaal. Maar het moet wel mogen. Alle situaties. Dus, het is wel goed beginnen op je huwelijk. Op je bruiloft zelf. Ja, maar aan de andere kant, kijk, of Bill Clinton vreemd ging met Monica Lewinsky, dat is allemaal onze zaak niet. Het werd een staatsrechtelijke zaak toen hij erover ging liegen. Ja, ja. En de vraag is natuurlijk, als de minister van Justitie waarschijnlijk, want je kan daar ook nu weer over debatteren, maar gelogen heeft over wat er daar gebeurd is. En hij zegt nu, ik schudde geen handen, want die foto die je dan kan zien, dat kan je inderdaad niet zien dat hij handen schudt. Dus het zou kunnen dat hij toch niet gelogen heeft. Maar bedoel je dan die tweede foto? Die tweede foto zie je toch wel vrij helder dat hij toch gewoon nou, zo. Je kan die hand niet zien. Nee, je kan de hand niet zien, maar het is wel. Ja. Iemand legt zijn hand op zijn schouder. Dat betekent niet, natuurlijk. Ik denk dat psychologisch vanuit de positie van Grapperhaus, ik kan me niet voorstellen dat hij die hand schudt. Want als je 6 maanden lang crisisminister bent, en je bent de hele tijd bezig, want ik mag geen handen schudden. Ja. Eigenlijk sinds die persconferentie van Rutte dat hij toch voor ongeluk van dit al een hand gaf, weet je nog? Dat is eigenlijk een briljante stunt, want daardoor had iedereen het erover. Daardoor wist iedereen het over met handen schudden. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat hij zelf
zelfs in het geniep, in het geheim, zijn eigen besloten bruiloft, dat hij toch iemand de hand schudt. Ik geloof het gewoon niet. Nee. Misschien een fistbump, maar... Dat zou kunnen, ja. Wat mij volgens mij wel heel erg boeit, is het proces in deze. Ik ben het met Jury eens. Tot gisteravond had ik eigenlijk het idee... Dit moet gewoon heel snel voorbij gaan. We moeten over echte dingen hebben. Toen kwamen die andere foto's natuurlijk. En toen bleek het natuurlijk wel anders te zitten. Ik ben alleen heel erg wantrouwig naar die fotograaf. En naar wat er daarachter zit. Want die wordt duidelijk, wordt er gelekt. Misschien komt er, als hij nu niet valt, komt er misschien nog wel weer een foto. Maar hij had dat zag ik. Maar Geert, wat maakt dat nou uit? Ik ben met je worden die rekeningen vereffend? Nee, ja, dat zou allemaal kunnen. Maar materieel verandert dat niet. Dat de minister van Justitie kennelijk op zijn zachtst gezegd... een zachte versie van de waarheid hanteert en misschien wel gewoon lucht. Ja, maar je wordt wel ingeluisterd. Dus, en je mag ook niet zomaar... uitlokking is ook verboden in Nederland. Ja, maar dat hoe is hij dan uitgelokt? Er lag een fotograaf bij zijn huwelijk in de bosjes. Hij wist niet van de locatie van die fotograaf. Waarom heeft die fotograaf een paar dagen gewacht met het... Weet je waarom? Die fotograaf heeft gezegd dat hij er expliciet mee heeft gewacht... een paar dagen om die foto's elke keer in badges te doen... omdat hij dan meer verdient. Dat heeft hij gewoon net zo gezegd. Hij heeft ook gezegd dat er nog meer komt. Dus heb je de achtergrond van deze fotograaf gecheckt? En ik vraag me heel erg af of de minister van Justitie bij uitstek de minister van Justitie hier gekapiteld wordt door krachten die achter de schermen bezig zijn. En ik vind eigenlijk dat niet mogelijk laten gebeuren. Suggereer je dat het mogelijk zou kunnen zijn bijvoorbeeld dat deze man betaald wordt door de onderwereld die de minister van Justitie weg wil hebben? Ik ken deze man niet, ik ken ook zijn naam niet, maar... Hij zou wel een crimineel verleden hebben of criminele achtergrond. Zoiets heb ik begrepen. Maar op Twitter stond dat. Ik durf dat niet hier te beweren, maar ik vind wel dat als dat het geval is... Dat je zegt niet dat dat zo is, maar zou... Als dat zo is, maar met criminelen uitkijken, zeker in Amsterdam. Maar dan kan het best... Zit er vol in beeld. Dan geloof ik niet dat hij dat voor een paar honderd of paar duizend euro doet, die foto's. Dat geloof ik niet. Ik denk dat er wel meer achter zit. Waarom lacht hij in die bosjes? Waarom lacht hij bij de minister van Justitie in de bosjes op zijn bruiloft? Maar dat, kijk, het is interessant wat je zegt. Het is hartstikke interessant. Zoveel paparazzi is het niet, hoor. Nee, maar dit is toch groot nieuws. Dus ik bedoel, ook shownieuws wil graag groot in het nieuws. Laten we dan even uitzoeken, Jury. Laten we dan uitzoeken of er een dubbele agenda zit. Want dan vind ik wel dat je eigenlijk een minister van Justitie moet verdedigen. Die is dan uitgelokt, in de val gelokt. En dan is het nog steeds niet slim. En dan kunnen we nog steeds beslissen of die op moet stappen of niet in de Tweede Kamer dan. Maar dan vind ik wel dat je alle informatie op tafel moet hebben. Ik neem toch niet aan dat in de val gelokt, hij trouwt met een journaliste. Ik neem niet aan dat hij in het huwelijksbootje stapt om de onderwereld te... Dus in de val gelokt, kijk, hij trouwt en neemt risico's. Er zou een luchtje kunnen zitten aan waarom die man in de bosjes lag. Nou, dat vraag ik me zo. Maar in de vogel, ik bedoel, kijk, wat ik me afvraag, hoe zit het met de voorlichting en met het politiek advies van de minister van Justitie? Die hebben dat enorm laten lopen. Die hebben dat onderschat. Zijn. Dan zeg je, excellentie, zeg je dan, ontzettend leuk, doet u achter de deur van een stadhuis met z'n vieren even trouwen. En wacht u met dit feest vrolijk tot volgend jaar zomer. Dat zou het beste advies zijn. Wat voor politieke adviseurs heeft en vervolgens de communicatie erover, dat je daarin dus liegt, of in ieder geval een halve waarheid vertelt, dan is ook een enorme, maak je enorm kwetsbaar. Dus uitgelokt, snap ik bedoel, het is voornamelijk toch ik zou het wel uitgesloten willen hebben, deze maar de interessante situatie doet zich voor dat zijn nieuwe vrouw, Lisbeth Wietses, dat is een collega van jou, Geert, een Elsevier-columnist. Wat denk je dat de impact op haar zal zijn? Ken je haar een beetje? Nou, eigenlijk niet goed eerlijk gezegd, want als columnist ben je toch een beetje een freelancer. En de andere columnisten, het zijn er maar een paar bij Elsevier, die spreek ik niet heel vaak. Zij is, meen ik, ook in dienst, dat weet ik niet zeker. Ik denk het wel bij Elsevier, ook als schrijft ook journalistieke stukken, zeg maar. Ze is redacteur volgens mij. Ja, en ze heeft een column, maar ze schrijft niet over politiek, ook om deze reden volgens mij. Maar volgens mij schrijft ze sowieso over andere onderwerpen liever, durf ik niet te zeggen. Maar het lijkt me logisch dat zij niet over politiek schrijft als ze de vrouw of de... hiervoor de vriendin van de minister is. Maar ik denk dat het voor haar persoonlijk heel vervelend is. Aan de andere kant zijn ze wel wat gewend. En is ook Grapperhaus zelf wat gewend. Volgens mij kun je die man... kun je nog in een storm... kun je voor op je schip zetten en dan, blijf je nog rustig staan. En dan zegt hij appt zich er wel uit. Dit moeten we even bewaren voor de WOP misschien. Maar ik moet zeggen dat ik al heel enorm... Dat vind ik ook vervelend aan. Ik heb gewoon wel best wel een beetje respect voor die Grapperhaus. Ik vind het wel op een heel moeilijk departement, wat jarenlang een ontzettend gedoe was. Geef het iemand te doen om daar de scepter te zwaaien, om daar minister te zijn. En dan daar zo succesvol in zijn, de kalm te brengen. Eigenlijk het algemeen heel netjes doen, ook met humor. Ik vind hem echt ontzettend... Nadat Sybrand Buma met zijn humor uit de politiek is verdwenen... Ja. Hebben we eigenlijk met Grapperhaus een nieuwe vorm van humor gekregen. En die zichzelf ook met zelfspot en zo. En dat er zo iemand op zoiets sneuvelt, ik vind het gewoon echt heel lelijk en zonde. Maar dat... Ik geef even eerlijk bloot wat mijn... Nee, maar goed, dat mag natuurlijk. Dus dat, maar dat doet aan de zaak niks toe of af natuurlijk. Nee, dat klopt. En het is wel zo'n
natuurlijk dat er veel te veel ministers van justitie gesneuveld zijn de laatste 10 jaar. Ja, wel om betere redenen meestal. En soms ook wel om betere redenen dan dit, absoluut. Maar het is iets te veel. Dus dat is slecht voor de rechtsstaat, denk ik, dat de minister van justitie voortdurend aan het aftreden is. Dus in het begin ook wel duidelijk door wanorde binnenin het ministerie. Die wanorde is overigens dus kennelijk nog steeds niet opgelost, want het advies aan deze minister van justitie, zoals we net vaststellen, is echt krakkemikker. Ja. Ik bedoel, hij had hier ook wel een beter advies over kunnen krijgen. Zowel over de communicatie als over het feit zelf. Ja. Dus nog steeds vind ik dat het ministerie van Justitie wat dat betreft, dit is niet de eerste minister van Justitie die aftreedt omdat je het vermoeden hebt dat die ook wel erg slecht begeleid wordt. Ja, maar een van een randverhaal. Hetzelfde verhaal natuurlijk met een bonnetje en weet ik wat dan maar. Ja, precies. Dus het is dus dat, absoluut waar. Ja, en dan bleek dat er mensen in het ministerie het wel wisten en de minister niet en zo. Hè? Dus ja. Dat... Ja. Nou ja, we merken het wel of hij... Gert, we gaan even kijken of hij er nog zit. Het is wel jammer van een Amsterdamse minister natuurlijk. Nou, zeker. Ja. Het is ook wel echt een uitzonderlijke Amsterdammer in die zin. Want een CDA-Amsterdammer. Ja, en een succesvol advocaat. En dus voor Amsterdam is het sowieso jammer. Voor Amsterdam is een aderlating. En Amsterdam heeft natuurlijk al echt wel een slechte positie, heb ik het idee. In het kabinet en in het regeringsbeleid. In ieder geval van deze regering. Maar sowieso de positie van Amsterdam. We hebben die jullie tegenaan kijken. De positie van Amsterdam in de landelijke bestuur is echt aan het verslechteren. Dus Amsterdam krijgt minder geld voor infrastructurele projecten. Het is allemaal een grotere uitdaging. Er wordt toch ook heel erg tegen aangekeken als een soort van idioten die er allemaal bezig zijn. Uiteraard chargeer ik hoor. Komt dat door de tegenstelling dan van een links college hier en een wat rechtse regering? Ik denk dat dat voor een deel wel meespeelt. En ze zoeken elkaar natuurlijk ook heel erg op. Ja. Je ziet ook heel erg dat dit college natuurlijk ook de regering ook als een soort aflaat gebruikt. Van daar kunnen we tegenaan trappen. Want zij veroorzaken al onze problemen. Ja. Maar andersom wordt natuurlijk ook gezegd, wat zijn ze in Amsterdam aan het doen allemaal? De boerkaverbod wordt allemaal niet gehandhaafd, noem maar op. Dat is natuurlijk ook wel waar. Overigens, zolang ik mij kan herinneren, is dat zo. Tussen Amsterdam en Den Haag. Ja. Dus of het nou meer wordt, nou, dat zou ik wel eens interessant vinden om daar eens een goed stuk over te lezen. Dat het er is, is overduidelijk. Maar het was vroeger ook altijd zo. En sterker nog, het was zelfs in de Republiek der Verenigde Provinciën zo. Ja. Niet voor niks heb je tegenover het parlement dat grote gebouw met die Amsterdamse wapens. Dat was de Amsterdamse ambassade in Den Haag. Ja. Dus dat is niet nieuw. Dat is een oude... Dat heb je natuurlijk al gauw met een grote hoofdstad. Alleen waren de verhoudingen toen wel anders. Want toen had de hoofdstad de macht. En nu is de hoofdstad een beetje de vragende partij vaak. En is Den Haag... Dat is zeker waar. Zeker. Maar die tegenstelling is oud, wil ik maar zeggen. En Van der Laan is onder andere hier burgemeester geworden, omdat iedereen hoopte dat hij als oud-minister grote steden daar iets aan kon doen, want dat was een oud probleem. Dus dat is dan nog gewoon dat probleem. Ja. Het gaat niet heel lekker, dat klopt ook wel. Ja. Ja. Nou, laten we even naar het nieuws van de dag gaan dan, want ondertussen stort Amsterdam natuurlijk gewoon in. Gisteren... We kunnen wel ruzie maken over Amsterdam versus Den Haag en dat doen we natuurlijk. Dat blijven we waarschijnlijk ook nog een heel aantal jaar doen, maar inmiddels gaat de kade onderuit. Ja, Sharon Dijksma heeft het wel voor elkaar gekregen dat daar niet op bezuinigd gaat worden. Dat hoorden vandaag. Er is een nieuw akkoord eigenlijk gepresenteerd hoe de coronacrisis opgelost moet worden en wat er dan in de begroting wel niet terecht moet komen. En gaat niet bezuinigd worden op bruggen en kaders. Er was wat sprake van deze... Komt er geld bij ook? Of dat ook niet? Nee, dat volgens mij niet. Komt er geen geld bij ook? Nee, maar dat was op zich ook wel een afgesteld programma van nou, dit is er nodig om in de aankomende jaren dan dit te gaan doen. Ja. En D66 en GroenLinks hadden eerst nog wel door laten schemeren. Nou, nu dit nu we heel hard moeten gaan bezuinigen, kunnen we misschien wel dingetjes uitstellen alsnog. Maar... Ja. Ik moest wel lachen. Ik zag een berichtje op Instagram van het PvdA-raadslid Dennis Boutkan. Die zei met de foto's van gisteren van ingestorte kade bij het Binnengasthuis. Dat hij blij was met het ambitieuze plan om de kades te redden. Ja, in de toekomst. Ja. Ambitieus plan of zwaar achterstallig onderhoud. Zwaar achterstallig onderhoud. Ja. Je kan ook te veel willen claimen. Ja. De stofwolken zijn niet opgetrokken daar. Of meteen, ik ben blij met het ambitieuze plan verder te voorkomen. En als er een bestuurderspartij in Amsterdam is die hier misschien eerder aan had moeten beginnen, dan was het ook misschien de PvdA. Ik krijg altijd PvdA naar schoenen geschoven. Ja, dat zal, Ze zaten er natuurlijk wel altijd bij, zeker. Maar aan de andere kant, je moet echt Sharon Dijksma enorme complimenten maken, vind ik. Zeker, vind ik over hoe geruisloos ze een ongelooflijke hoop geld hier heeft voor weten weg te halen, te reserveren. Daar 290 niet, miljoen euro. Daar is niet van afgesnoept. Dat zou ik, als ik een partij was in de raad, ook meteen denken, oh joh, we hebben nog een andere hobby. Iets anders belangrijks. Ja. Kan wel wat af. Ik bedoel, dat is iedereens normale reactie, lijkt me. Ja. Ik vind dat echt heel knap van haar, want je hoort er eigenlijk nauwelijks. Ze doet dat ongemerkt. Als je naar de tumult rondom
de kunstenbegroting hè, ziet, dat is mijn gebied. Ja, gaat ook over 300 miljoen. Maar dat is daar is het gekakeel natuurlijk niet van de lucht. En zij doet dit zonder politieke schade. Ze haalt het is denk ik ook heel belangrijk voor Amsterdam. Maar als je het afzet tegen, inderdaad, dat je zegt, nou ja, de afgelopen 30 jaar had er wel eens wat mogen gebeuren. Hè, dus ze doet ook nog eens een keer iets wat kennelijk daarvoor heel veel mensen, wethouders, colleges, niet gelukt is. Ik vind het echt knap. Ik vind het echt knap. En ik ben ook heel blij mee, want het moet gebeuren. Maar het is ook echt een compliment aan de PvdA ook geweest, dat op het moment toen zij weer na een absentieperiode van 4 jaar weer in dit college kwamen, dat ze ook zo in hebben geïnvesteerd met een topbestuurder als Sharon Dijksma. Ja. Ze hadden natuurlijk ook gewoon 2 raadsleden die zich hadden opgewerkt en naar voren kunnen schuiven. Daar hebben ze eentje van gedaan, Marjolein Moorman, de fractievoorzitter toen. Dat is ook niet de minste. Maar, toen klinkt het net wel een raadslidje neergezet. Maar niet... Het is een goede campagne gevoerd ook. Ja, maar niet de statuur van Sharon Dijksma natuurlijk. Dus het is ook echt een compliment voor PvdA. Helemaal eens, dat is absoluut een van de beste bestuurders. Heb jij hier ook voor de balie die mooie fietskelder voor de deur aan te danken als hij al af is? Of valt dat niet binnen dit plan? Waar aan te danken? Nee, aan het beleid. Het kleine Gartmanplan. Dat is heel wat anders. Nee, ja. Dat valt niet onder dat kaderproject. Nee, breekt me de bek niet open. Maar, op de straat. Het ligt al een tijdje open. Maar, heb je even, ik bedoel dat... Ja, hoe gaat het daar eigenlijk? Dat is... Ik denk 25 jaar in voorbereiding. Ik kan me herinneren dat lang, ik denk ongeveer 10 jaar voordat ik directeur van de balie werd, en dat ben ik nu bijna 10 jaar, zat ik een proces voor over de toekomst van dat plein. Nou, zeker 10 jaar. Ik denk dat 15 jaar. Ik denk dat het al 25 jaar in de making is. Daar gaat 70, 80 miljoen in die fietsenkelder. Want het grootste probleem van het Leidseplein schijnt de fiets te zijn. Ja, dat is vastgesteld een jaar of 12 geleden. Dat was toen nog zo. Het duurt en het wordt uitgesteld en uitgesteld. Wij hebben al 3 jaar dat we dus voor de deur een bouwplaats hebben waar we echt een ton, 2 ton minder omzet in de horeca draaien. Dat is voor ons echt net het stukje waar je echt niet... Dat je minder in de loop zit. Dus dat je de kans hebt dat straks operatie geslaagd, patiënt overleden. Het plein heeft daar natuurlijk, het duurt veel te lang. Ja. En dan, mag ik nog even? Dat plaveisel daar. Dat is gezaagd graniet. Het ziet eruit als beton. Het is glad. Het is levensgevaarlijk. Is dat wat ze bij Rembrandtplein ook hebben? De Amsterdamse klinker is kennelijk niet goed genoeg. Maar de stratenmaker in Nederland kan de klinker leggen. En is hetzelfde als wat op Rembrandtplein ook ligt? Ja, het gezaagde spul kunnen ze niet leggen. Sterker nog, dat bobbelt al 2 maanden later. Het is het duurste spul wat ze konden vinden. Het komt uit Rocky Mountains. Het hoort hier helemaal niet. Het is wezensvreemd aan Amsterdam. het is duur. Ik zou geen allochtone stenen. Ja, ik zou geen. Werkelijk. En overigens, als het af is, ben ik dolblij en fijn dat er geïnvesteerd wordt in het plein. En hartstikke mooi en zo, maar gewoon een klink. Kijk, weet je waarom we klinkers hebben in Amsterdam? Omdat de grond hier golft. Hè? De kaders hadden we het ook. Ja, de kaders ook. Hè? Dus die klinkers die bewegen mee. Maar dat gezaagde graniet... Dat beweegt niet. Dat beweegt niet mee. Nee. Ik kan me ook nog herinneren in de tijd van het Jordaan-oproer, het Paling-oproer. Toen hebben ze al die klinkers uit de stenen getrokken om naar de politie te gooien. Dat kan toen, ook. En toen werd het geasfalteerd, of in ieder geval grotere stenen. Ik wist niet dat jij zo oud was, maar ik lees het nog Daan was wel vrij oud. Maar, ik herinner het me wel van de Vondelstraatrellen en de Krakers. Ja. Dat herinner ik me gewoon. Toen iedereen trok die dingen eruit. Opeens werd overal zand. Ja, misschien dat ze bang zijn dat we weer een wat demonstratietijdperk ingaan. Is ook wel een beetje zo, misschien. Ik weet niet of het lekker is om met een granietstukje uit de Rocky Mountains voor je ME Ik denk niet dat je daar heel blij van wordt. Nee. Maar Jorie, je noemde al even de cultuursector natuurlijk en ook het hele verhaal daarop. Je bent dus directeur van de balie. Heb je het idee dat je nog voldoende ondersteuning van de gemeente krijgt als het daarop gaat? Krijg je die überhaupt? Jij bent gered, toch? Vorig jaar. Nee, absoluut. Ja. Dit is echt heel uitzonderlijk, vind ik. We zijn ongelooflijk geholpen door de gemeente. En dat vind ik om minstens 2 redenen echt fantastisch. De ene is, anders waren we failliet gegaan. Dus het is gewoon van bestaan of niet bestaan, is het fantastisch. En de tweede ook de erkenning dat je kennelijk gezien wordt door de gemeente als een plek die echt het behouden waarde. En ze hebben ons echt ook behoorlijk financieel gesteund. Zeer behoorlijk. Dus dat is en materieel, zeg maar, en immaterieel een enorme steun op dit moment. Daar. En ik vind ook daar ook weer iets anders. Er wordt wel een hoop gescholden op Amsterdam in die kunstenbegrotingen systematiek. Van er gaat te veel naar de Randstad. Ja. Het is allemaal Amsterdams enzovoort. Maar wacht even.
Er waren dus allerlei gedeputeerden, hè, die hadden uit de provincies die dan niet de Randstad waren. En die vonden dat er te veel naar ons ging, zou ik maar zeggen. Maar wacht even, Amsterdam heeft een noodfonds van 50 miljoen voor de kunsten in het leven. Nee, voor de stad in het leven. Ja, voor als geheel. Nee. Als geheel. Ja. Dat is, Amsterdam heeft niet een rijksbegroting waar je op de toekomst kan trekken. Dus die is beperkt, die is begrensd. Zo zit het in Nederland in elkaar. Ja. Hè, dus dat weten we allemaal. Hè. Dus de gemeentes hebben niet een rekbare begroting. Dat is veel geld voor Amsterdam. En dan hebben ze een derde, ruim een derde zelfs, van 17 miljoen. Dus dat is net iets meer dan een derde, aan de kunsten besteed. Dat gaat toch weer meer richting de Duitse opvatting over het steunen van kunst en cultuur. Dat hebben andere provincies in het land helemaal niet gedaan. Dus ik vind dat Amsterdam daar een enorm compliment voor moet krijgen. Ik vind dat het op moet houden, het land, om te zeuren dat Amsterdam te veel krijgt. Amsterdam geeft er ook ontzettend veel aan uit. En hier zit het meeste publiek. Als de gedeputeerde staten van Gelderland ook dit soort maatregelen gaan doen en tientallen jaren achter elkaar kunstinstellingen steunen, opbouwen, publiek opbouwen, hè, om daar dan uiteindelijk ook rijksgeld bij te krijgen, dan heeft Gelderland recht van spreken, dan heeft Overijssel recht van spreken, maar eerder niet. Nee, ik snap die klacht over de arrogantie van Amsterdam wel, maar je moet ook realiseren dat mensen ook weer trots zijn op Amsterdam, nationaal en internationaal, dat ze hier naartoe komen, ook voor hun vermaak en dat het net zo goed de stad net zo goed een cultuurfunctie heeft voor het land als voor de inwoners. Dat begrijp ik, die arrogantie, want dat vind ik iets anders. Ik vind het onredelijk. Kijk, in Amsterdam wordt niet geklaagd over de landbouwsubsidies aan Flevoland en Gelderland. Hier zijn namelijk weinig boeren die landbouwsubsidies krijgen. Hier heb je iets anders. Hier heb je namelijk cultuur waar Amsterdam als geen ander in geïnvesteerd heeft. Dat zijn nationale en internationale instituten. En dus komt er wat meer subsidie deze kant uit. Dat is heel normaal. Wij gaan niet roepen dat de landbouwsubsidie uit het oosten des lands hier ook moet neerslaan. Maar vind je dan dat Ingrid van Engelshoven dat een beetje goed verdedigd heeft de afgelopen jaren? Nee, niet inderdaad wel, overigens, vind ik. Met de steunpakketten bedoel je? Ja, inderdaad wel. In woord, zeg maar, retorisch, nee. Maar action speaks louder than words. Ze heeft het wel gedaan. Ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Geert, ben jij het er wel mee eens dat je zo'n groot deel aan cultuur uitgeeft? Of zeg je later? Ja, ik ben helemaal voor. Ja? Voor Beeldung. Nee, Beeldung, oh ja. Ik ben echt trots op Amsterdam om die reden. En ik denk dat als Nederlander zeg, niet als inwoner van Amsterdam eigenlijk. Ik denk dat Jury er wel een goed punt heeft. En ik snap al, je zit ook natuurlijk met een bepaald belang en met een bepaalde achtergrond. Maar ik kan het niet goed overzien. Ik ben heel erg fan in ieder geval van de Bali, maar ook van heel veel andere culturele instituten in Amsterdam. En je zou hopen natuurlijk dat het, ik kom nog wel eens in Amerika, dat er heel veel privaat geld is en dat de overheid zich daar niet mee bemoeit. Ik ben daar eigenlijk nog meer voorstander van. Maar in Nederland hebben we dat systeem niet. We hebben wel genoeg rijke stinkers, maar die gaan het allemaal lekker in een jacht steken. Of in ik vind het wel in 2000 of in Kevin of zo. Maar die gaan niet trots. Ja, er zijn er wel, hoor. Ik vind dat het laatste tijd enorm aan het veranderen is. Wij hebben een cirkel van het vrije woord bij de Bali. Daar zitten 60 Amsterdammers in. Die betalen allemaal meer dan 2000 euro per jaar. Dat hebben we in 3 jaar opgebouwd. Daar is ontzettend veel enthousiasme voor. En er zijn heel veel private sponsors die in stilte best veel geld weggeven. Jij hebt wat ook legaten, erfenissen en zo. Maar het is wat minder. In Nederland hebben we toch wat meer belastingssysteem. Het is niet wat Geerten zegt in de Verenigde Staten. Als je in New York naar de Metropolitan Opera gaat, dan ga je naar de Harry en Janet McCarthy bathroom. En je hebt dan gewoon 5 miljoen neergelegd. En dan mag een naam. En dan mag je naam hebben. Ja, dat is een visitor center bij een of andere vrouwmuseum. Er zijn in Nederland erg veel mensen die dus hun naam niet erbij willen. Dat is onze cultuur. Ja. Ik ben penningmeester geweest van de stichting die het stedelijk. Ik zat in de raad toezicht van het stedelijk jarenlang. En daar hebben we die nieuwbouw. Daar is ruim 30 miljoen geworven door het stichtingje erachter waar ik penningmeester van was. De meeste van die giften, en ruim 30 miljoen voor een gebouw wat de gemeente neerzet. Dus een gift aan de gemeente eigenlijk. En aan de gemeenschap. De meeste van die mensen wilden hun naam daar niet op. Ja. Ik moet bij meer geld voor cultuur wel altijd denken aan het stukje van Frits Bolkestein, dat Stad Schouwburg. Kennen jullie dat? Dat blijkt er zo'n mooi stukje. Ik ben tegen de bezuiniging op cultuur. Ik ben daar tegen. Ja. Ik wil het compenseren door het geld weg te halen van de ontwikkelingssamenwerking. Ja. Ja. Maar je moet ook, dus toen hij zei van ja, ik ben tegen de bezuiniging op cultuur. Hey, juichen! Ja, en toen, ik wil het halen bij de ontwikkeling. Oh, te bezuinigen op cultuur. Dus het blijft zo'n goud stukje bij je. Hey, dat valt dan de big smile die dan heeft. Ja. Zo, die vieze smurk. Heel prachtig stukje. Laten we een andere actualiteit behandelen die in Amsterdam nu wel heel erg speelt. We hebben dat vorige week, is wel weer bijna een beetje weggezakt, denk ik, in het nieuws. Maar hebben we natuurlijk heel breed gezien dat over preventief fouilleren in Amsterdam ging. Dan hebben jullie als VVD natuurlijk, Daan, daar een uitgebreide mening over.
Nou, die hebben wij op zich ook nog wel gedeeld zelfs. Ik denk dat wij er ietsje anders in staan. Maar wij zijn Christen niet. Je wil alleen de onderkant fouilleren, wij ook de bovenkant. Ja, ja, precies. Goh, wat slechte grap. Nou, met, ja, het is heel erg. Maar Daan, hoe zijn jullie? Wat was jullie verhaal vorige week? Nou ja, kijk, ik denk dat, dat wat er speelt in Amsterdam is natuurlijk zo'n enorme toename zien we in, van eigenlijk onacceptabel geweld. En voor een deel heel, ja. Gewoon totaal ongrijpbaar geweld bij groepen waar we eigenlijk... acceptabel geweld? Bestaat dat wel? Goed punt. Het is een beetje theologisch misschien. Een oxymoron. Zinvol geweld. Nou, macht, oorlog. Geoorlogskant gerechtvaardigd. Het bevechten van de nazi's. Ja. Voordat we hier een hele discussie over hebben. Maar in ieder geval zeer ernstig geweld. Dankjewel voor deze terechtwijzing, Geerten. Ja. En ik denk dat heel veel mensen ook het heel ongrijpbaar zagen. Dat ze ook niet wisten, waar komt het nou vandaan? Van die hele abstracte drill rap jongerengroepen. Natuurlijk herkent Amsterdam al wel langer geweld. Maar dat waren dan toch vaak een beetje van die oude penozen die elkaar afknalden. En daar, dat zag je dan in het nieuws. Maar had je verder geen last van of iets dergelijks. Maar nu, met al die vergismoorden en kogels die alle kanten op vliegen. Gedaanteverwisseling. Ja. Dat is gewoon heel beangstigend, denk ik, ook voor heel veel mensen. Dus bestuurders die zijn ook een beetje aan het kijken van wat kunnen we hier nou mee doen? En een law and order traditie past niet echt bij Nederland. We hebben altijd echt moeite met we dat. We zijn geen politiestaat als Frankrijk. Nee, en we hebben er ook gelukkig niet. Dus we hebben ook niet een politie die er meteen bovenop klapt. En dat is een groot goed en dat moeten we ook echt zo bewaren. Maar ik denk wel dat er een klein beetje een tendens aan het ontstaan is van we moeten wat meer gaan doen. En preventief fouilleren is in het verleden regelmatig toegepast. Heel lang was het ook in Amsterdam. Eigenlijk is dat toen met dit college ook weer teruggedraaid, al iets daarvoor ook wel. Maar het is ook een heel erg gepolitiseerd onderwerp. Je bent er een beetje voor of tegen, los van of het nou werkt of niet. Nou, wij zeggen, ga er gewoon mee aan de slag en probeer het, in ieder geval om iets te gaan doen. Ook omdat er eigenlijk nog... Het gebeurt buiten Amsterdam wel gewoon in Nederland. Het gebeurt in Rotterdam vrij regelmatig. Ja. Het gebeurt ook in Den Haag. Het gebeurt in Amsterdam ook wel eens. Maar dan bijvoorbeeld bij risicowedstrijden van Ajax. Ja. Dan wordt het gewoon aangewezen. Ik ben erg positief verrast over de opstelling van de burgemeester in deze. Ik ben overigens altijd tamelijk positief over deze burgemeester de laatste jaren. Maar haar eigen achterban, zou ik maar zeggen, in de raad, hij vond van niet. En ze gaat er toch het experiment aan. Nou, het was geen eens een meerderheid. Nee. En dat vind ik... Ik begrijp eigenlijk het probleem niet zo. Ik bedoel, als je gaat vliegen, word je er ook gefouilleerd. Altijd. Ja, dus als ik bedoel, het ding afgaat alleen, denk ik. Meestal word je... als je afgaat... Jij wordt er blijkbaar altijd uit. maar ik bedoel, word je toch even zo beklopt en zo. Dat gebeurt regelmatig. Je gaat vliegen. Dus ik bedoel, als je dan 's avonds de stad ingaat naar bepaalde... stukken van de stad. Ja, dan word je gefouilleerd. Dat is natuurlijk net het probleem. Want je plakt ook een stigma. Ja, ik verdedig nu de andere kant. Je plakt natuurlijk een stigma op zo'n wijk als zijnde een onveilige wijk. Dus dat inderdaad. Is dat is geen stigma pakken. Je kunt geen misdaad. Maar dat is natuurlijk ook een perfecte tegenargument. Het is ook gewoon waar. Voor uitgaansgebieden. Ik bedoel, daar kan het. Dat begrijp ik dan wellicht ook. Nou, dan ga je naar het Rembrandtplein na een bepaald tijdstip. En dan heb je de kans dat je gefouilleerd wordt. Je kan ook thuis blijven. Ja. Geert, wat vind je? Nee, ik ben het er wel mee eens. En ik denk dat ik hoorde wel de burgemeester zeggen dat... ik kan niet alle Amsterdammers fouilleren. Dat is ook helemaal het punt niet, volgens mij. Dat is ook bij vliegen wel zo, dat je iedereen door een scan haalt. Maar dat hoeft ook niet. Je hoeft niet iedereen te checken. Je krijgt dus automatisch ook iets van een profilering. Want je gaat natuurlijk inderdaad een gebied kijken. Als een oud omaatje langs komt lopen bij jou, die even in de balie is geweest naar een schitterende cultfilm, die over het Leidseplein naar de tramhalte loopt, dan hoef je niet meteen van alle kanten te bespringen en te kijken of ze zo'n groot steekmes bij zich heeft. Maar ik kan het ook niet uitsluiten. Maar gewoon jongeren op bepaalde plekken fouilleren. Ik vond dat interview met die moeder van die drillrapper. Echt een jeutje, Mina. Echt absoluut sneed door het hart. Ik heb ook kinderen en de pijn van die moeder, die haar oudste jongen verloren heeft in zo'n steekpartij. En de jongste jongen, de tweede jongen doet er dan ook tegenwoordig, die leeft dan nog. En die moeder die zegt van onze jeugd moordt elkaar uit hier voor de deur. Doe er wat aan. Dat is toch waar het om gaat. Dat is toch waar het om gaat. Het probleem is alleen wat dan? Dat is het. Het is ook wel het gevoel dat daar echt leeft hoor. Want het groot deel van onze achterban van onze partij zit daar natuurlijk. En ik was vorige week toevallig ook van de ChristenUnie zit daar inderdaad. Ja, en ik was vorige week ook in Zuidoost. En dan krijg je echt, en ook, we krijgen ook echt berichten van veel mensen.
mensen die zeggen, ja, iedereen zegt wel dat je bij ons niet mag komen preventief fouilleren, omdat je ons dan misschien discrimineert. Maar doe het alsjeblieft. Want, ik bedoel, zeker omdat, wat het grote punt waar het voor is omdat al die jongeren tegenwoordig met huge messen lopen. En dat is gewoon iets heel anders dan of je inderdaad de pistolen van weet ik het wat, de onderwereld af wil halen. Nee, het gaat erom dat heel veel jongeren tegenwoordig met een mes lopen en dus daardoor andere jongeren dat ook gaan doen. Maar en ze het idee hebben, we worden toch niet gepakt. Ik denk, misschien is er wel een oplossing te vinden voor de rechts-links tegenstelling hier. Misschien zoekt de gemeenteraad het helemaal niet, hoor, want deze gemeenteraad is jullie uitgezonden misschien, maar is wel heel erg bezig om lekker de tegenstelling op te zoeken natuurlijk. Maar misschien dat je hebt, normaal mag er over bepaalde criminaliteit wordt gesproken over jongeren. Dan hoor je de rechtse campagne, ja, jongeren, hè, ja, honend. Nu kun je zeggen, nou, we gaan ook gewoon jongeren fouilleren. Dat is toch prima, dan discrimineer je toch niemand. We gaan overal waar jongeren zijn gaan fouilleren. Dan hou je dat gewoon, zeg maar, zo kan links er zeg maar ook mee. Ja, in hoeverre mag je... Ja, maar het is toch nog veel... Kijk, ja, discrimineren, dat wil niemand. En dat mag niet en is ook wettelijk verboden en moet ook niet willen. En zo. Natuurlijk, etnisch profileren is iets anders. Zo. Maar wacht eens even, omdat je bang bent dat je aangevreven kan worden, dat je mogelijkerwijs zou kunnen discrimineren, zorg je ervoor dat vaak zwarte bevolkingsgroepen, want die jongeren gaat het in de praktijk, als je statistieken bekijkt, elkaar uitmoorden. Dus het gevolg daarvan is dus dat jongeren in Amsterdam met een donkere huidskleur meer risico lopen dan jongeren met een lichte huidskleur. En dat omdat je de angst hebt dat je aangevreven zou kunnen worden dat je discrimineert. Ja. En het gevolg van die angst dat je mogelijkerwijs aangevreven zou kunnen worden, dat het daadwerkelijke gevolg daarvan is dat je als zwarte jongeren meer gevaar loopt om vermoord te worden. Ja, dat is ook het cynische een beetje ook ervan. Is inderdaad, als je zoekt naar rapprochement, zou ik maar zeggen, tussen links en rechts, dan is dit toch... Ik bedoel, altijd op zoek naar de nuance, je kent mij. Ik begrijp niet zo goed dat de raad daar zo... Maar überhaupt is het gegeven dat je bijvoorbeeld als je een bepaalde leeftijd hebt en misschien een bepaalde huidskleur en een bepaalde prijs auto onder je kont hebt, dat je dan makkelijker staande gehouden wordt. Ik snap dat is heel vervelend wordt ervaren. Hè? Als je, ik geloof dat was dat Typhoon die dat overkwam. Ja, klopt. Nee. Ja, dan snap ik best dat het heel vervelend is. Maar als je het op die manier uitlegt, van wij doen het juist voor de veiligheid, omdat we dus juist heel erg bezorgd zijn om jongeren in die categorie, om jou te beschermen, om je broers en zusjes te beschermen. In bepaalde gevallen doen we het. Natuurlijk niet op het gebied. Het moet geen racistische suggestie. Mag je dan etnisch profileren? Nou, ik vind wel, als je een bepaald profiel hebt. Net etnisch is dan een ander profiel. Etnisch is maar één identiteit. Ja, de Israëliërs doen dit al jaren. Als je dus naar Israël vliegt, of je vliegt van Israël op Ben Gurion, dan moet je al die vragen beantwoorden. Zeggen ze van, nou, wat gaat u doen? En dan kijken ze een beetje of je dan zenuwachtig wordt. Vind ik niet zo'n goed voorbeeld, want Israël is op allerlei gebieden natuurlijk niet een buitengewoon goed staatsrechtelijk voorbeeld. Ik bedoel, ze doen ook van alles in Rusland. Het is wel een helstaat. Kijk, dat ze het in Israël jaren doen, zegt mij niet zoveel. Nee, maar ik bedoel meer van Israël dat je kan ook profileren zonder meteen alleen naar etnische componenten te kijken. Nee, maar Israël is natuurlijk ook een half racistische staat, namelijk met andere rechten voor Joden dan voor niet-Joden. En voor, ik bedoel, dat vind ik niet zo'n ontzettend overtuigend voorbeeld. Maar de politie mag er wel afgaan op ervaring, zolang je maar bij de politie zeg maar een oog hebt. Misschien moet het oog scherper zijn op zeg maar echt racisme en dat soort wantoestanden. Mag de politie wel afgaan op ervaring en het oude dametje in de boodschappen autootje. Nee, maar dan wordt die anders, hè. Dan moet je hem concreter maken. Dus stel, je hebt een Mercedes AMG, een knijter duur model, en Daan zit er zeg maar in de ene, en er zit een Marokkaanse jongen in die andere. Ze zijn allebei jong en ze hebben die Marokkaanse jongen heeft misschien nog een Rolex om. Mag de politie dan denken van, nou, weet je, laten we die maar wel aanhouden en die niet? Als je onder de gangtattoo zit en je hebt allemaal gouden kettingen om je nek. Dat kan je natuurlijk in een split second als die auto's voorbij rijden natuurlijk niet altijd zien. Je snapt wat ik probeer te zeggen. Dat is het bewust. Ik ben helemaal niet zo, die antiracismebeweging heeft best wel wat interessante dingen naar voren gebracht. En het is helemaal niet erg om daar goed naar te luisteren en daar van te leren. Zeg ik even, misschien ben ik... Kijk, nu een verbaasde blik van Jury. Maar tegelijkertijd ben ik het punt voor Jury om daarmee misschien dat onderwerp af te sluiten. Ben ik helemaal mee eens dat je juist die jongeren, die wil je juist beschermen. Anders krijg je... Ze zijn niet alleen in de misdaadstatistiek helaas oververtegenwoordigd, maar ook in de slachtofferstatistiek. Ja, daar gaat het om het laatste. En ik denk ook dat niemand ook echt zegt van met preventief fouilleren los je dit op. Het is gewoon één van de vele dingen die we moeten doen om dit probleem aan te pakken. Ja. En ik ben ook helemaal voor het verhaal van je moet gewoon meer rolmodellen hebben. En ook laten zien dat, kijk, je kan nu inderdaad een soort mini-criminele carrière opbouwen in die rappers. En dan nu kortstondig misschien wat geld binnenhouden. Maar je bent wel dood op je 25e. Een puntje maken misschien in het algemeen. Waarom gaat het eigenlijk, dit is nu echt een politiek hangijzer, heet hangijzer. Hè? Dit, ja, inderdaad. Zeker.
Het gaat niet over sociale huur, het gaat niet over al een miljarden verlies door corona. Gaat het ook wel over, ook maar op dit moment is dit wel een van het is wat in de media in ieder geval naar buiten komt. Jullie zeggen ook van privatiseren is het thema. Waarom gaat het eigenlijk altijd in Amsterdam zo over die identiteit? En over zeg maar, dit soort thema's? En veel minder over de echt grote onderwerpen waar gewoon bestuurders wegkomen met of bedrijven wegkomen. Maar dat is ook niet zo lang hoor. Is dat is echt eigenlijk pas sinds deze collegeperiode. Dat is wel gewoon waar. Dat is wat oppositie lekker makkelijk zeggen. Misschien. Nee, maar ik loop er wel wat langer mee hier. Ik loop denk ik nou een jaar of vijf mee hier in totaal. En dit hier hadden in de voorcollegeperiode hadden we het hier echt niet over. Dit is echt begonnen met de entree van bij een van Sylvana Simons Denk. Dat is partij die dit ook echt als nummer. Ja, GroenLinks-fractie, maar ook de GroenLinks-fractie die ook weer heel erg anders is dan de vorige GroenLinks-fractie. Deze GroenLinks-fractie is veel meer gevuld met mensen die dit ook echt belangrijk vinden. Het identiteitsdenken, achtergesteld en dergelijke. Dus ja, het is ook echt, heeft zich intrede gedaan in de Raad. Het is natuurlijk een wereldwijd fenomeen. Ook meer breder in de samenleving. Zeker, precies. Ja. Times, ja. Het is echt iets wat je natuurlijk over de hele wereld ziet. Zoveel aspecten aan. Inderdaad, identity politics is internationaal in opkomst. Dat is het al een tijd. En dat heeft nu in Amsterdam ook duidelijk tractie. Overigens is dat natuurlijk gedeeltelijk een reactie op het feit dat institutioneel racisme heel lang door gevestigde partijen niet gezien, geadresseerd is. Ja. Dus het is ook achterstallig onderhoud, zeg maar. Ja. Maar het is ook iets anders. We hebben een tijdperk waarin nationalisme, identity politics, van links en van rechts het goed doen, of beter dan een tijd geleden. En we zien dat aan linker en aan rechterkant. En we zien het internationaal ook. Ik bedoel, allerlei halve dictators doen aanspraken op de nationale identiteit. Hè? En daar zijn kennelijk grote groepen in hun samenlevingen nog tevreden mee ook. Ja, dus identitaire politiek, eigenlijk links en rechts, is eigenlijk gewoon een opkomst. Oké, daar maak ik me in algemene zin zorgen om. Maar ik vind dat in Amsterdam ook. De gemeenteraad wel voor lokale politiek, zeg maar. Ja, misschien voelt Amsterdam zich altijd te groot voor lokale politiek. Maar dat het zeg maar, wel echt heel veel daarover gaat. En ik ben bang dat het eigenlijk een smokescreen is. Hè? Dat is ook gordijn maar is, dat is het ook. Voor de echt grote thema's. En dan kom ik van links uit de hoek dat mensen misschien kennen. Voor echt economische onderklasse. Die zowel de witte als de gekleurde onderklasse. Die eigenlijk twee onderklassen zijn die langzamerhand tegenover elkaar zijn komen te staan door dit hele gedoe. Nou, het interessante was dat je die laat stikken. En dat die dus wel de hele tijd gaan stemmen op partijen aan de flanken. Maar die gaan dat ook niet die wens vervullen dat er beter beleid voor hen komt. Dus je ziet bijvoorbeeld de SP, die zie je hier in Amsterdam heel erg mee worstelen met precies. Wat jij zegt. Landelijk ook. Want aan de ene kant voelen zij zich natuurlijk als linkse partij ook wel genegen om samen te gaan, om mee te gaan in dat discours van de identiteitspolitiek. Maar aan de andere kant hebben ze natuurlijk een traditionele heel sterke focus op die economische strijd. En dat zijn ze ergens ook een populistische partij van. Ja, ook maar dat op zich is dat niet heel relevant voor. Want waar ze natuurlijk met name altijd op inzetten is die economische achterstelling, ongeacht afkomst. Vakbondspolitiek, zeg maar. Precies, en dan maakt het natuurlijk geen rol uit of je nou zwart, paars of blank bent, of wit. Het gaat erom het feit dat je gewoon een laag inkomen hebt en geen kans hebt gekregen. Daar gaat het om. En ik ben het daar ook eigenlijk heel erg mee eens. En ik vind dat ook, ik zeg het ook altijd tegen SP's in Amsterdam, ik zeg, jullie groeikans ligt daar wel in. Blijf daarop inzetten, want dat is ook jullie meerwaarde. Jij coacht SP'ers in Amsterdam. Ik coach zeker SP'ers. Nee, als VVD'er dan. Ik heb grote bewondering voor de SP, omdat het een van de weinige partijen is. Stok op links. Het is een van de weinige partijen die ook echt in staat is om nog aan organisatie te doen als partij. De essentie van identity politics en nationalisme, en nogmaals, dat is exact hetzelfde, maar dan van links en rechts, is natuurlijk een smokescreen. Want wat zegt de nationalist? De nationalist belooft dat als je maar één keer onder elkaar bent met dezelfde nationaliteit en je hebt dat al die dan andere problemen weg zijn. Dat dan vanzelf, om een of andere reden, de problemen opgelost. Dus achter de horizon ligt de nationale staat en daar is het paradijs. Dat materialiseert natuurlijk nooit. Het was ooit een linkse hobby, hè? Want in de 19e eeuw was het een links ideaal. Zeker. Tegen de klassensamenleving, met z'n allen onder de nationale vlag. En daar ooit kwam. En dat is identity politics natuurlijk ook. Dat als je je maar gerespecteerd ziet in je huidskleur in de samenleving, dat je dan oké is. Daar zijn je sociaal-economische problemen natuurlijk helemaal niet van opgelost. Geen haar beter van geworden. Misschien als je meer baankansen of stagekansen krijgt, dat is nog een puntje natuurlijk. Daar zit toch wel iets van de economische agenda in. Als de rechtsstaat versterkt wordt, dat is iets wat werkt. Hè? Dus als je niet gediscrimineerd wordt, als je niet meer, als er geen racisme is in wetgeving of in praktijk, natuurlijk. Maar maar de rest is een smokescreen. Dat is de essentie. Ik vind het ook heel sterk aan Pieter Omtzigt, die dan gewoon zegt, als er vragen worden gesteld, wat vind jij van identiteitspolitiek? Dan zegt hij, hier ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben bezig met het echte institutionele racisme bij de Belastingdienst. Dan gaat hij daar weer over praten. Ja. Dat vind ik altijd heel sterk. Gewoon niet laten meesleuren in dat
in de tijd het debat over. Maar ik was ook wel heel gecharmeerd van jouw column, Geert en Elsevier. Nou, geweldig. Ik ben denk ik echt een van de jongste mensen met een Elsevier abonnement. Dat denk ik echt. Ja. Spread the word. Ja, precies. Ik zei, Arendo, als je nu luistert, ik wil graag een levenslang abonnement hebben. Maar daarin schreef je ook over de identiteitspolitiek als een soort nieuw puriteins denken. En dat je dat eigenlijk kan terugvoeren op ook wel een hele Nederlands-Amerikaanse traditie van religieuze zuiverheid. Was het niet helemaal met je eens? Nee, dat snap ik. Ik kreeg uit de christelijke hoek wat kritiek. Terecht. Onder andere Bart-Jan Spruit had een kritische column in het Nederlands Dagblad over. Nou, dat lees ik dan maar niet. Nee, ik kan niet alles lezen. Maar dat was, het punt was, 400 jaar geleden zijn die pilgrimvaders uit Leiden, na 11, 12 jaar in Leiden gewoond te hebben, zijn ze naar Amerika gegaan en hebben daar... Er wordt gezegd de basis gelegd voor de Amerikaanse cultuur. Dat is strikt genomen niet waar, want er waren al Engelsen in. Hè, dit waren Engelse immigranten in Nederland, Puritijnen. Ja. En die hebben daar een eigen samenleving gesticht. Maar strikt genomen waren ze niet de eerste en waren ze ook niet de enige. Maar ze hebben wel met het Puriteinse denken. Dat zie je weer terug in de identiteitspolitiek. En dat kun je zeggen, ja, Puriteins is een religieuze benaming. Specifiek hoe je de Bijbel leest of hoe je met het leven omgaat vanuit een geloofshouding. Maar je kunt het ook zien als een dogmatische houding, waarbij je eigenlijk de erfzonde, en dat was het dispuut met Bart-Jan Spruit, of je de erfzonde zeg maar op jezelf betrekt of op anderen. Mm. En in dit geval de Puritijnen die identiteitspolitiek doen, die wijzen vooral de anderen aan. Maar toch zie ik ook wel heel veel bijvoorbeeld witte GroenLinksers of zo bijvoorbeeld, zie ik best wel met een soort schuldgevoel van zichzelf. Doorgeven. Zelfkastijding. Het is dezelfde duurzaamheidskwestie, we maken de aarde kapot. Het kan allemaal zo zijn, hè? Dat gaat niet om de inhoud, maar even de houding is heel erg van, wij zijn verkeerd, wij hebben een schuld, een soort erfzonde. Maar het paradijs eigenlijk op ons. En dat was toen een heel sterke gevoelde gedachte die de basis werd voor Amerika. En die nu in dat academische en maatschappelijke debat gewoon helemaal terugkomt met die identiteitspolitiek. Dat was een beetje mijn punt. Dankjewel voor de complimenten trouwens. Maar heb jij nog een kritiek daarop dan? Nou, ik ben op zich, vind ik dat het hele project van de podcast wel geslaagd is als we uiteindelijk aan het praten zijn over de erfzonde. Dan toch weer zin in. Dat vind ik wel. Nee. Ja, dit voelt voet wat te ver. Ik heb niet, om daar nu een heel theologisch debat over te gaan voeren, dat wel niet over te zetten is. Maar het is denk ik wel een interessante gedachtegang en er zit wel iets in. Ik vind het wel interessant in het licht van Amsterdam als meest vrijzinnige stad ter wereld. Zeg maar, om dat we dan ineens heel puriteins worden. De term van Russell Shorter te nemen. Ja, dat precies, dat het juist hierdoor dat zondeverhaal zo aanstaat. Omdat we hier geen geloof meer hebben, ja. Nee, maar sowieso dat is modern geloof. Nee, dat is trouwens helemaal niet waar. Amsterdam is een van de meest religieuze steden misschien. Maar goed. Ja, het komt door bepaalde religies misschien. Maar Juri, is dat niet raar? Amsterdam met die vrijheid waar alles kan, alles mag of mocht, kon. Gay capital of the world in de jaren 80. Daar herken je steeds minder van terug nu, toch? Ja, dat is gedeeltelijk waar. Aan de andere kant... Als je dan Amsterdam weer vergelijkt met Boedapest bijvoorbeeld of zo, waar ik laatst eens een Europese persprijs uitreikte. Toevallig kwam ik in een demonstratie van Jobbik tegen. En er was geen venue te vinden, echt serieus geen venue te vinden waar we het konden uitreiken. Want men was bang dat slecht zou afstralen. Moet de persprijs, Europese persprijs, en niks aan de hand, niet anti-Orban. Nou, zelfs dat kon dan nauwelijks. Dus in die zin, doe je natuurlijk maar waar je mee vergelijkt altijd. En zelfs als je met New York vergelijkt, vind ik in Amsterdam de stadslucht nog steeds wel behoorlijk vrij. Maar is het niet ook gewoon, ik ben... historicus, net als jij. Dus, maar is het niet ook gewoon de pendule van de geschiedenis? Ik bedoel, we waren natuurlijk in de jaren 60 buitengewoon liberaal in de stad. Maar Amsterdam heeft het een beetje gehad, hoor. En we zijn het nu minder. Dat klopt in verhouding met... Als ik me herinner mijn schooltijd hier in Amsterdam... wat er aan feestjes in kraakpanden was en zo. Dat bestaat allemaal niet meer. Was dat misschien ook wel de... Kijk, de jaren 60 zijn natuurlijk vrijzinnig en liberaal en vrijheidsgezind. En ook plat, smerig, drugs, seks, drugs en rock'n'roll is de andere kant van emancipatie en zelfverwezenlijking. En zelfverwezenlijking en dat soort dingen. Dus dat daar ook weer een reactie op is. Het liberale beleid van Amsterdam in zaken prostitutie, als je dan ziet dat... nadat we dit helemaal gelegaliseerd hebben, toch nog steeds de overgrote meerderheid van vrouwen, als je het goed onderzoekt, daadwerkelijk worden uitgebuit, dan vind ik dat er misschien ook wel een grens bereikt is, overschreden is. Ja, dat is de vraag wat vrijheid is. Ook. Ja. Wiens vrijheid? Ja. Wiens vrijheid? En dat is altijd fijn om jezelf te kunnen uitdrukken. Er wordt nog wel wat gekraakt in Amsterdam, hier en daar. Ja, er wordt, en overigens is uit die kraakbeweging ontzettend veel positiefs
voortgekomen. Het wordt veel te weinig benadrukt. De balie is gekraakt, is daarom een cultureel centrum. Anders was het afgebroken en stond er een torenflat. Ik bedoel, de hele stadsvernieuwing is gestopt, die desastreus was. Waar met veel te grote schaal. En zo, dus dat kraakbeweging heeft Amsterdam zeer veel goeds gedaan. En dat wordt totaal vergeten. Dat is jammer, denk ik. Geweld wat er uit de kraakbeweging voortkwam, ging ook te ver natuurlijk. We hebben er net al eventjes genoemd, de burgemeester natuurlijk, Femke Halsema. Ja, Geertin, jij hebt ook al eens een keer in jouw vorige optreden bij ons ook over gezegd dat jij vond dat zij eigenlijk meer naar buiten moest treden en meer haar verhaal moest gaan uitleggen burgermoeder. Ja, in de coronacrisis zaten we toen net een paar maanden. Ga naar alle buurtbarbecues die toen niet mochten, maar alle buurthuizen, whatever, maar in ieder geval laat je zien. Alle bedrijven die leden en zo, ja. Vind je dat ze dat heeft gedaan? Nou, ik heb het idee dat ze een deel achter de schermen heeft gedaan, wat ze misschien PR-technisch beter had kunnen uitbuiten. Dus dat ze wel op straat was. Dat denk was, ik ook hoor. Ja. Dat ze op straat was, maar dat ze niet zo zin had om daar de hele tijd al een camerafeestje van te maken of zo. Had ze gewoon moeten doen. Niet om zichzelf te verheerlijken, maar om te laten zien de burgemeester is op straat. En dat gaat om het ambt. Ze kan niet in elke straat zijn elke dag, dus dan moet je gewoon ook laten zien. Burgemeester praat met mensen, dan moet je op AT5 elke dag een itemtje hebben. Wat is de burgemeester vandaag weer? En deels heeft ze het misschien ook een beetje afgewacht. Ik denk dat ze daarna, ik zei niet dat het mee kwam hoor, maar daarna na die podcast viel me wel op dat ze toen een paar keer ook bij het landelijke talkshow zat. Dat vond ik wel belangrijk. Ja. Abu Talib heeft dat in het begin een niet beetje altijd goed, op die demonstratie bij Op1, dat was toch wel een beetje... Nee, dat was een leuk kritisch gesprek. Ik was daar ook heel erg tegen die beslissing van haar, maar ze verdedigde zich wel fel en netjes ook daarna in de gemeenteraad. En heeft toch een interessante episode eigenlijk uit haar burgemeesterschap geworden. Zeker. Maar ik zou zeggen, in ieder geval was mijn punt toen, wees zichtbaarder. En Abu Talib zat toen al bij allerlei talkshows, vooral bij Op1 vaak, om te praten over hoe het allemaal was als burgemeester van een grote stad. En dat moest ze ook vaak doen, dat is ze gaan doen. Dus ik heb eigenlijk ik veel positiever. Ja, je hebt het ook doorgehad, toch, die aflevering? Zo van, hey, luister eventjes. ja, ik weet dat het geholpen heeft. Ja, ze kijkt nu mee. Sorry jongens, ik weet dat ze wel van plan is een keer bij jullie te komen, maar ik denk toch dat ze niet elke aflevering luisteren. Nee. Ik heb niet de illusie. Nee. Jury, jij zei al dat je al tevreden was over haar optreden, of in ieder geval onder de indruk? Ja, absoluut. Ten eerste is het natuurlijk toch wel hoog tijd dat er een belangrijke stad in Nederland, de belangrijkste stad in Nederland, voor het eerst in honderden jaren een vrouwelijke burgemeester is. Dan moet ze het natuurlijk wel goed doen, maar ik vind dat ze het goed doet. En ik vind dat ze overtuigend overkomt. Ik vind dat ze, zoals we hadden het net over, een beslissing tegen de meerderheid van de raad in. Dat vind ik getuige van durf. Ik vind haar ook verbindend meestal. Er wordt altijd gezegd dat ze dat niet is, maar hoezo niet? Ze is vrij consequent, vind ik. In het werd daar gezegd, als het Black Lives Matter is, dan mag het wel. Als het andere zijn, dan mag het niet. Nou, dat is helemaal niet waar. Ze is in demonstraties altijd even-handed. Één opmerking niet moeten maken, dat was die demonstratie te belangrijk. Was ja, precies niet dat aan het begin. Had ze die moeten zeggen, denk ik. Dat is misschien onhandig. Maar misschien dat ze zelf achter staat, want ze ziet zichzelf als een politieke burger. Ze zei zelf dat ze bedoelde demonstratierecht. Ja, dat zei ze later, maar als je terugluistert. Ik vind die raadsvergadering, daar heeft ze zich overtuigend overeind gehouden. De raad heeft terecht, denk ik, allerlei vragen gesteld. Goed van de raad, vond ik trouwens, dat de raad dat deed. Want het is, je moet het toch ook democratisch bevragen, vind ik. Maar over de timing van die motie van wantrouwen, die had misschien dat was nog beter dom. Gekund. Timing van de aflevering 15 of zo. Daar hebben we ook op gereflecteerd. Erg onder de indruk van de fractievoorzitter van het CDA, Diederik Boomsma daar. Minder onder de indruk van de fractievoorzitter van de VVD, inderdaad. Ja. Maar goed... dit is vals, ik zit hier niet als vertegenwoordiger van de VVD. Ik kan alle kritiek hebben. Maar ik vind eigenlijk iets anders over Halsema. Het valt me ontzettend op dat ze veel harder de maat genomen wordt als vrouw dan als man. En dat is gewoon waar. Ergert dat is gewoon waar, dat enorm. Ja. En dat neemt me dus ook per definitie ook voor haar in. Ja. Want... we hadden het net al over institutioneel racisme. Ik bedoel, en er bestaat toch echt nog steeds een hardnekkig institutioneel seksisme. En kijk, de manier waarop zij afgekampt wordt en de manier waarop zij gepakt wordt op haar kinderen en zo, dat overkomt geen mannelijk politicus. Nee, dus de Telegraaf heb je dan over, denk ik. Ja, zeker de Telegraaf. En social media. En social media en trouwens ook wel op andere momenten. Inderdaad niet echt, heb ik het idee, toch? Dat wordt, seksisme niet. Nee. Nou, ik vond wel, ik moet één... ik hoef niet fracties of wat dan ook te benoemen, maar bij dat debat over, want dat was gewoon geen hoe zeg je dat, geen netjes debat, dat was een heel lelijk debat over dat gedoe met dat wapen bij haar thuis. Ja. Toen ik kan me voorstellen dat je zegt, daar moeten we het over hebben, wat is er gebeurd, en geef haar de ruimte daar ook uitleg voor te geven. Misschien vind je wel van, daar moet je om aftreden, want er lag een nepwapen in je huis. Mm-hmm.
kan je vinden. Maar hoe dat debat liep, toen had ik op die wel zoiets. Dit gaat, je maakt nu echt. Je bent er nu bijna een beetje op haar moederschap of wat dan ook aan het aanspreken. Ja, en dat soort dingen. En dan, daar gaat het natuurlijk niet over. Ja, dat is voor een burgemeester. Ze is geen moeder. Ze is burgemeester waarvoor je de verantwoording roept. Ja. Je roept niet de moeder van een gezin ter verantwoording. Nee. Dat is natuurlijk ook een godsbezijn als dat... En dan vind ik wel, daar wel bij zeggen. Ik denk wel dat je gelijk hebt, Juri, dat ze daar dat het erg veel uitmaakt. Maar ik vind ook dat het dus... je mag het niet bij voorbaat zeggen. Ik vind wel dat je de burgemeester, omdat ze een vrouw is, net zo hard en misschien gewoon net zo hard mag aanpakken als een man. En dus dat ook niet de eerste reflex moet zijn van, hey, kijk eens uit, je bent toch niet een vrouw aan het aanspreken. Maar dat gaat ook wel een beetje de verkeerde kant op. Want ik ben even vergeten hoe die heet, maar die journalist die bij Op1 haar interviewde toen na afloop. Die heeft toen in de media gezegd van, dat had ik zo niet moeten doen. Ik ben er te fel op ingegaan. Jakkel, en daar had ik dan weer een beetje idee dat het weer de andere kant op ging. Dat ze dan weer een beetje met te veel fluwelen handschoenen werd aangepakt. Het was een heel goed scherp interview, vond ik. Het was een prima interview. Mag ik ook voor. En hij zegt dat hij een week lang buikpijn heeft gehad van dat interview. Ja, dat is heel raar. Ja, Theodor Homan die noemde hem een keer een konijn die in de camera kijkt alsof hij zijn wortel kwijt is. En dat vind ik echt in alle opzichten... Hij valt maar. Erik Dijkstra. Oh. Dat vind ik alle opzichten opgaan. Dan heb je een keer een scherp interview. En dan lig je daar weer een week lang buikpijn. Kom op, zeg. Dat vind ik inderdaad een soort misschien van... Misschien was het wel... Ik vind het betuttelseksisme. Ja, precies. Dat is de andere kant op inderdaad. Dat is natuurlijk waar. Maar natuurlijk. Maar je moet een gezagsdrager, een politicus, kunnen ondervragen als raad en als pers. Natuurlijk. Ja. Maar niet als moeder. Nee, precies. Maar niet, want dat gebeurt geen enkele politicus als vader. Nee. Sterker nog, ik wil me sterk maken dat de allereerste keer in de Nederlandse politieke geschiedenis is dat een bestuurder aangesproken is op het gedrag van zijn minderjarig kind. En ik heb er naar gezocht. Ik kan het echt niet vinden. Ik hou me aanbevolen voor eerdere gevallen. Ja. En dan vind ik dat wel opvallend dat dat dan de eerste vrouwelijke burgemeester is. En ik hoopte eigenlijk dat we dat in Nederland niet deden. Hè? Mensen op hun kinderen aanspreken, politici. Nee. Zullen we dat even erbuiten houden? Kinderen kunnen ook strafbare feiten plegen. Dat is niet dan om de politicus op aan te spreken. Nee, dat is waar. Ik wil nog trouwens nog een extra punt maken. Nog meer pro-Halsema. Het wordt ook echt jullie op het huis. Ze moet nog een keer komen. Daarna gaan we dan de andere kant. Nou, maar wel even dat deze crisis toch ongekend diep ingrijpt. En dat volgens mij de positie van burgemeesters in het algemeen, en zeker de posities van de grote burgemeesters van de grootste steden in Nederland, heel moeilijk is. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben eigenlijk heel veel macht. Want die moeten zeg maar iets. Heel veel. Die moeten zelf zeg maar die oekases uit Den Haag ongeveer vertalen in. En hebben ze eigenlijk een vrije hand in, hoewel het kabinet heel veel druk zet en heel veel van ze verwacht. De hele samenleving kijkt naar het beleid dat moet worden uitgevoerd. Dat is eigenlijk uitgedacht door het kabinet. Dat rammelt aan alle kanten. En dat moet vervolgens worden geïmplementeerd of gehandhaafd. En daar moet je positie in hebben. Die zit met een economie en een toerisme en et cetera te maken wat allemaal op zijn gat ligt. In een grote stad als Amsterdam. Ik denk dat ook wel credits verdient. Want ik denk niet dat er een burgemeester is die sinds de oorlog... misschien de krakers redden of iets dergelijks. Nee, dat niet, denk ik. Zo'n grote crisis heeft meegemaakt in Amsterdam als dit. En we moeten zien hoe ze achteraf bekijken hoe ze hieruit komt als burgemeester. Het is natuurlijk ook het college, het is ook het stadsbestuur in bredere zin. Maar zo'n boegbeeld, hoe ze zich opstelt, toch best wel netjes. Ben ik het wel met je eens, ben ik niet ontevreden over het stadsbestuur op dit moment. Maar, en dat is misschien ook niet de taak van de burgemeester, maar wel van het college. Als ik dan even een bruggetje mag maken naar een ander onderwerp. We hebben de grootste crisis in decennia aan onze broek hangen op dit moment in de stad. Mm. Waar is de visie op de stad over 10, 15, 20, 25 jaar? En dan mag je het college wel aanrekenen. Ja, en nou begrijp ik best wel dat er een hoop te doen is, want op afstand werken en coronamaatregelen enzovoort, die moet implementeren. Is ook niet, die komt niet uit de lucht vallen of zo, maar ik vind ook dit college en ook wel vorige, maar waar is wat langere termijn op de visie op Amsterdam? En dit is ook een moment om dat eens neer te zetten, ook als burgemeester, om misschien daar je eigen verhaal van te maken en te zeggen, hoe gaan we, niet alleen maar van hoe komen we hieruit, maar wat leert ons dit en hoe gaan maar er we... Er wordt een klein beetje nu een opzetje voor gegeven, we moeten minder afhankelijk zijn van toerisme. Toerisme inderdaad. Met name dat ligt wel heel erg voor de hand. Hè? Dat is ook heel klein ook vooral. Eigenlijk. Nou, minder afhankelijk, prima. Maar hoe dan? Laten we wel wezen, dat is een belangrijke bron van inkomsten geweest voor ons. Daar hebben we de laatste decennia ook steeds meer op ingezet. Dus wat gaat dat dan vervangen? Wat voor infrastructuur hoort daarbij? Welke investeringen? Ja. En daar heb ik weinig over gehoord. Schiphol staat volgens GroenLinks ontzettend op de helling. Nou, dan wil ik wel een beetje weten wat dan anders. Ja. Ja,
Het is vooral veel tegen. En als je niet zoveel in de haven ziet en niet zoveel in Schiphol ziet. En overigens, daar zijn allerlei milieutechnische redenen voor aan te geven. Maar waar gaan we dan ons langer termijn brood mee verdienen? Dus dat zou ik toch wel interessant vinden. Op het moment dat we een echte pas op de plaats als we mazzel hebben. En waarschijnlijk een sterke achteruitgang zien. Want de Amsterdamse economie is natuurlijk harder gegroeid dan de Nederlandse economie de laatste jaren, decennia. Maar je gaat nu ook harder achteruit. Dus is conjunctuur gevoeliger kennelijk. Dus wat gaan we daaraan doen? Ik bedoel, we hebben een enorme investering gehad in de Noord-Zuidlijn. Ik zou zeggen, zeker achteraf, met de wijsheid van nu, hulde voor die enorme investering. Ja. Dat debat is wel beslecht. Ik bedoel, de coronacrisis heeft één ding duidelijk gemaakt. Dat was verstandig. Ja. Ik bedoel, dat is duidelijk nu. Maar wat zijn de volgende stappen dan in deze richting? En ook wel een beetje helderheid erin. Hè? Want we waren natuurlijk een beetje halsmaand ophemelen. Maar een afgang is een groot woord. Maar wat wel een smet was, is dat ze dan komt uiteindelijk die persconferentie. Was volgens mij ook een beetje overvallen doordat Rutte zei: in Amsterdam komen de maatregelen. In Amsterdam komen de maatregelen. In Amsterdam komen de maatregelen. Ja. En ik vind niks. Maar goed, toen moest zij dan optreden. En dan is het. Dan komt er een grote brief van de veiligheidsregio. 6 kantjes of zo. Ja, daar staan er allemaal dingen die ze misschien gaan doen. En dan ook nog: ja, we gaan toerisme weren. En dan later: nee, we gaan niet toerisme weren. Ja, we gaan toch wel. En dan denk ik: ja, volgens mij ben je nu als ook een beetje. Als het doorgaat, gaan we toerisme weren. Ja, als het zo doorgaat, gaan we. Precies het beleid, het halfslachtige beleid, het liberale beleid tussen aanleidingstekens van Rutte geweest, van het hele kabinet, is namelijk de hele tijd een moreel appel doen. Nee, dreigen, we gaan misschien dat. En we moeten met z'n allen dit. Je moet bij je vouchers je geld, in plaats van geld moet je vouchers terugvragen. Moreel appel om thuis te werken of om alleen het openbaar voer te gebruiken indien nodig. Je mocht op een gegeven moment mocht je geen echte mondkapjes, mocht je alleen maar die nepmondkapjes op. Het was ook een moreel appel, omdat ik snap het wel dat je als liberale premier, je wil het niet handhaven. Tegen moreel appel? Nee, je kan het niet alles handhaven, maar het wordt wel op een gegeven moment het vingertje van vadertje Rutte. En dat is wel iets wat volgens mij die burgemeesters alleen maar kunnen overnemen. Want je kunt namelijk niet alles met een Gelukkig niet. We hebben een samenleving waarin het heel normaal is dat je de burger oproept om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Ja, het alternatief is Frankrijk, hè? Ja, maar daarom zeg ik dus ook, het is dus eigenlijk ook niet te wijten aan die bestuurders. Ja, in Frankrijk of in Spanje kon je gewoon met een gun kon je die mensen gewoon in huis schieten. Ja, dat gaat lekker daar in Frankrijk en Spanje. Ja, maar dan is de bevolking getraumatiseerd. Precies. Ja, dus, diep, ja. En de economie kreeg een veel grotere klap. Dus ook in die zin. Nee, ik wil niet vertellen dat het niet slecht is, maar het is wel dus dat je, als je zegt met de burgemeester aanrekent of de bestuurders aanrekent, dat ze met halve dreigementen en halve maatregelen komen. Dat is ook een beetje, je kan ook niet echt anders. Maar ik denk, kijk, jij als historicus, James Kennedy, die heeft het altijd geplaatst in het idee van de regenten passen zich aan de tijdgeest en niet andersom. En dat is misschien wat je hier ook al een klein beetje ziet, dat regenten proberen dan een beetje mee te bewegen met de burger en de burger zelf in een positie te douwen. Maar wij Nederlanders, die van Nederlandse bestuurders, deinzen altijd een beetje voor terug om te zeggen van. En nu gaan we met de knuppel erover. Je weet dat je draagvlak als bestuurder of je legitimiteit altijd broos is. Altijd afhangt van de instemming van de bevolking. Ik vond het wel leuk dat Willem-Alexander, de koning, toen hij hier werd ingehuldigd. Dat hij toen nog even verwees naar het pakkaat van verlating. Waarin staat dat de koning zijn schapen ten behoeve van zijn onderdanen. Niet andersom. Dat hij zich daar nog steeds bewust van was. En dat is ook natuurlijk een boodschap voor het hele openbaar bestuur. Je staat ten dienste van de bevolking en niet andersom. En dat is iets wat in Nederland heel erg in het DNA ook van het bestuur wel zit, denk ik hoor. Mogen we best wel blij mee zijn. Dat leidt ertoe dat je inderdaad alleen maar morele appels kunt doen. Maar ik vond het wel geestig om een liberaal de hele tijd. En anderhalve meter, dan was je handen stuk. Maar in die zin, dan zou je zeggen dat we bijna misschien een beetje gezwicht zijn voor die mondkapjes roepen. En dat we dan een proef gaan doen in sommige straten. En dan gaan we dat toch niet doorzetten. En dan, dat was wel raar gisteren. Dat vind ik, ik vind dat dan wel weer. Dan denk ik, als je dan een proef doet, vind ik verdedigbaar. Die mondkapjes trouwens, doe dan is gewoon een gedeelte van de hele binnenstad. Maar niet zo vaag, die straat wel, die straat niet. En dan als je de dam oploopt, mag je af. En als je de andere kant de Kalfstraat erin. Nee, dat was slecht. Dan denk ik, ja. Was het logisch inconsistent dat ze zeiden, bewaar 1,5 meter afstand en draag daar mondkapjes. Nee, het idee was, overal waar je 1,5 meter niet kan handhaven of niet kan bewaren, daar draag je mondkapje. Ja. Dus dat was ook nog eens een keer een soort van, ik vond ook een teken van onvermogen van het bestuur in Amsterdam en in Rotterdam, dat ze dat gingen doen. Sluit de gebieden dan af. Ik snap ook wel dat je dat niet doet vanwege economische klap. Nee, maar het is of het een of het ander. En mensen voelen dat wel. Hier is ook gewoon een beetje de wisdom of the crowd speelt gewoon mee. En mensen voelen zich heel erg dat je hier gewoon een beetje wordt gepiepeld met zo'n maatregel. Maar ik zit deze maand in Berlijn te schrijven aan een boek. En ik vind het heel leuk om daar te zijn. En vooral, maar het is helemaal niet ongemakkelijk omdat je daar in een restaurant en overal gewoon mondkapjes draagt. In alle winkels gewoon mondkapjes. Ik vind het nog steeds raar dat we dat in Nederland helemaal niet hebben. Alleen het openbaar vervoer.
dat je verder eigenlijk overal ook hier op stadhuizen hier binnenkomt. Ja. Ik vind het wel echt ondingen hoor, die mondkapjes. Je daar bent er zo aan. Met een slang in je buik, op je buik in het intensive care is ook een onding. Ja, maar dat bleek dus een behandeling te zijn die we echt helemaal niet moeten doen. Hè. Dus dat is een verouderde opmerking. Dat intuberen, dat zijn ze gewoon mee opgehouden. Want chargerend. Dat begrijp ik chargerend. Maar kijk, ik ga er niet voor niks op in. De vraag is natuurlijk, hoeveel risico's loopt men nou daadwerkelijk? En dat is nog steeds dus niet duidelijk. En kennelijk is dat wetenschappelijk een moeilijk ding. Dus ik geef het je te doen als bestuurder. En je bent geen viroloog en je bent geen epidemioloog. Dus om daar de juiste afweging in te maken. Dat een beetje de ene kant en de andere kant. En een beetje een hilarische aangelegenheid wordt. Dat begrijp ik ook wel. Maar al die wetenschappers zijn er ook niet over eens. Wat het nou wel en niet doet. En dan vind ik ook wel. Kijk, ja, daar is het principe van bij aarzeling niet inhalen. Dus mondkapjes, maar je kan het ook andersom doen. In de rechtsstaat, wacht even, voordat je burgers iets opdringt en verplicht stelt en kan bekeuren en een strafblad kan laten krijgen over iets waar het misschien helemaal niet zeker is dat het extra veiligheid biedt. Ik bedoel, bij twijfel ook de rechtsstaat niet beschadigen. Hè? Dus ik bedoel, medicaliseren van de rechtsstaat is een echte dystopie hoor. Ik bedoel, je kan allerlei afschuwelijke boeken, science fiction series enzovoort lezen, waar alles gemedicaliseerd is. Willen we niet. We zijn blij met onze rechtsstaat. Dus als je jezelf er prettiger bij voelt en je hebt het idee, ik at met Bram de Zwaan. He, een hele verstandige man, de vader van de sociologie in Nederland. Mooie uitzending ook bij jullie in de Bali gemaakt. Ja, we hebben ook onze podcast hier. Maar hij heeft dus een mondkapje op voortdurend. En hij zegt, kijk, dat is voor mij alleen dat de ander denkt, oh, die man heeft een beetje afstand houden. En dat is precies wat ik wil, dat die gedragsbeïnvloeding. Ja. En verder geloof ik ook niet dat heel veel helpt, maar dat afstand houden van de ander. He, fantastisch. Hij is ook op leeftijd, dus hij neemt zelf die verantwoordelijkheid om dat te doen, om iedereen dat op te dragen. Ik ben er niet speciaal voor. Dat is wel voor, heftig hoor. Ja, nee. Maar als er alle landen om ons heen wel gebeurt, vind ik toch nog steeds een beetje raar dat we in Nederland er zo... Ja, nee, dat ben ik wel met je eens. Het is gewoon typisch Nederlands. Ja, we zijn het beter. Maar waar gaat je boek over, Geerten? Ja, wat er nog meer typisch Nederlands is, namelijk Amerika. Dus dat ik kom wel eens een keer in de Damsco podcast vertellen hoe belangrijk als u nog... Ja, als je me wel kan uitleggen wat voor invloed op Amsterdam heeft. Ja, moet wel voor Amsterdam. Nou ja, wat voor invloed Amsterdam op Amerika heeft gehad. Dat is wel nou ja, dan kunnen we daar wel mee... En dan gaan we het niet over New York en zo. Dat weten we. Island in the center of the world. Presidentsverkiezingen hebben die invloed op Amsterdam? Oh, wat er nu gebeurt in Amerika? Nee, Amsterdam heeft wel zeker invloed op het systeem waarin de presidentsverkiezingen plaatsvinden, ja. Mm. En ook nog eens een keer heel veel Nederlandse politici of mensen met een Nederlandse achtergrond. Dus dat kan ik wel uren over doorpraten. Maar ik kom graag een keer dan wordt het wel heel laat. Ja, volgens mij hebben we al heel veel dingen besproken ook. We zitten al over 7 uur. Ik heb even gecheckt, maar voor mij is Grapperhaus niet afgetreden. Ja, dat wil ik net vragen. Is hij nog niet... het rondje niet weg? Nou, dan... Vooralsnog komt mijn voorspelling dan uit. Zul je altijd net zien als de aflevering afsluiten, dat hij dan alsnog aftreedt en we het nog niet live kunnen brengen. Aan de deur, ja. Hey, volgens mij hebben we heel veel interessante dingen weer besproken. Zijn er nog dingen die jullie nog kwijt willen? Hoe gaat het met de balie eigenlijk nu? Ja, met de balie. Nou, ja, het is, we hebben een ongelooflijk programma. We hebben natuurlijk ook erg veel verplaatst naar deze herfst. En ondanks dat je met die 1,5 meter maar 40, 60 mensen de zaal in krijgt. Dus dat je hem niet rendabel krijgt op geen enkele wijze. Want we hebben die stroom mensen nodig om de horeca op gang te krijgen. En dat zat erg goed in elkaar. Maar daar heb je dus een stampvolle balie voor nodig altijd om die opbrengsten te halen. Dus dat is een enorm probleem. Maar inhoudelijk gaat het heel goed. Ja. En is er ook veel belangstelling. Want het is bijna altijd uitverkocht. Die weinige plaatsen die er dan zijn ook uitverkocht. Het blijft wel lastig dat je natuurlijk veel buitenlanders niet kan halen. Maar daar is weer als grappig bijproduct dat Piketty of Francis Fukuyama of zo best oké vindt om een uurtje te skypen. Dat is wel leuk natuurlijk. En dus je hebt opeens allerlei, letterlijk Piketty en Mariana Mazzucato en zo gehad op internet. Net zoals jullie nu aan het doen. En dus dat heeft ook wel je voordelen. En aan de andere kant, ik ben me echt aan het concentreren op grotere crossover projecten. En dat kan eigenlijk ook wel door die druk van die coronacrisis. We zijn nu bijvoorbeeld een voorstelling aan het maken van IJsselos die ik aan het regisseren ben. Waar we gewoon de tekst van IJsselos van 2.500 jaar geleden met een Koerdisch koor erachter nemen. En daar moet je meer tijd in stoppen. Maar dat is er eigenlijk ook nu wel door die coronacrisis.
waar we 9 Koerdische vrouwen die de teksten van IJsschilders, die werkelijk 2.500 jaar oud zijn, letterlijk zelf hebben meegemaakt. Dus dat gaat om de smekelingen. Die mensen die komen aan een kust en die smeken om opgenomen te worden. En de teksten die ze uitspreken, die herkennen die vrouwen als Koerdische vrouwen uit Irak en uit Turkije en uit Iran. Gewoon letterlijk. Die hebben dezelfde dingen meegemaakt. Dat is heel bizar. En dat soort projecten, dat is ook weer een grote winst van coronatijd. Die kunnen we dat toch kan ineens makkelijker doen natuurlijk. Meer tijd voor nemen. Minder waan van de dag en meer en dat soort dingen. Ja, dat is wel tof. Dus, we hebben niet eens het nieuwe begrotingsakkoord besproken. Dat is nog vandaag gepresenteerd. Het is eigenlijk. Dat is ook niet speciaal. Dat komt een andere keer. Komt dat nog wel. Maar ik heb nog één vraag. Want ik kan me nog wel herinneren. Zijn er nog van plan om van die bedreigde schrijvers en dergelijke naar de baan te gaan? Dat is toch de vrijdenkplaats van de wereld. Want dat was natuurlijk altijd heel veel aandacht altijd voor. Nee, dat zijn we zeker. Wie zou je nou nog een keer willen hebben? Nogmaals, het reizen is natuurlijk op het moment lastig. Ja. Maar we hebben de laatste jaren echt letterlijk uit ieder land langs de Europese rand van de Europese Unie, hè, van Marokko tot aan Rusland, de dochter van Boris Nemtsov die vermoord is. We hebben schrijvers die bedreigd werden uit Algiers. We hebben mensenrechtenactivisten uit Turkije en Marokko, Syrië. Dat blijven ook. Die mensen worden heel vaak bedreigd. Ja. Dus mensen met een Slavisch klinkende of Arabisch klinkende achternaam, vaak homo-activisten en mensen die enorm vervolgd worden, krijgen dan weinig aandacht en weinig begeleiding en weinig bescherming. Hier, dat blijven we zeker doen. Nu op dit moment zijn we toch iedere keer weer programma's aan het maken met de weinige Yezidi die hier zijn. En tot mijn stomme verbazing zijn wij het enige podium in West-Europa, en hoeveel honderden podia zijn er, die mensen op het podium vragen. Ja. Moet je nagaan. Hè? Dus dat zijn die genocide bezig is. En dat zijn dus die jongens die gebrainworst zijn om zelfmoordaanslagen te doen op hun eigen ouders enzovoort. Dat zijn die meisjes die dagelijks verkracht zijn 10-20 keer. Niemand geeft die mensen aandacht. We hebben het van de zomer weer gedaan. We gaan het nu met dit Koerdische IJsschilders project weer doen. Het is echt heel schrijnend, vind ik. En dan de aandacht die er is voor allerlei misstanden die niet in het die totaal niet vallen met wat de Yezidi overkomen is. En overigens, de Koerden ook. En Yezidi is een klein Koerdisch volk met een andere religie. Mm. Maar veel meer andere Koerden ook. En dat geldt ook. Of de Oeigoeren. De Oeigoeren, daar hebben we ook al een paar keer activisten van gehad. Dat geldt ook voor de mensen uit de Atlas. De activisten uit de Atlas, dat zijn gewoon, dat is Marokko, dat ligt naast ons. We hebben hier een enorme Marokkaanse gemeenschap. Ja. En de Hirak-activisten krijgen geen enkele aandacht hier. Ja. Als je de verhalen van die mensen hoort, hoe ze vervolgd worden, hoe ze op de vlucht zijn met hun kindje. We hadden laatst een moeder, een van de centrale figuren uit de Hirak, in de balie met haar zoontje van 5, die gevlucht is. De vader zit daar nog. Dat blijven we zeker doen. Het is alleen zo wonderlijk, vind ik, dat voor die mensen die zoveel verloren hebben, zo weinig aandacht is. Ja, mooie oproep. Ja, heel belangrijk. Ik geloof dat je een mooie avond ook over had over het boek van Brenda Stoter. Hè? Hebben we ook gedaan, mooie oproep aan onze luisteraars om binnenkort ook weer eens iets in Bali te bezoeken. En een van de mooie programmeringen daar te bezoeken. Volgens mij we hebben ook veel kunst en cultuur en schrijvers. En goede horeca. En goede horeca die nu wel. Ja, zeker. Leuk. En hele mooie tegels voor de deur. Een fietskelder. Je kan al je fietsen meenemen. Alleen niet meer parkeren, dan kan ik meer. Dat is onderdumpt. Hey Geert en Joeri, heel veel dank voor jullie komst. Dank voor jullie deelname. En dank voor het kijken en het luisteren. En we komen snel weer bij je terug met een nieuwe aflevering. Ah, we hebben 7 uur inderdaad gehaald, dat zei hij. Zeker. Je zag ik even een kreugel op.